In het afgelopen jaar gaan tienduizenden hectares van het Amazone regenwoud in vlammen op. Er zijn bijna twee keer zoveel branden als vorig jaar. Dat leidt wereldwijd tot grote onrust. Regeringsleiders en beroemdheden slaan alarm. L'Amazonie, c'est notre bien commun. Nous sommes tous concernés. Without the Amazon, we cannot achieve a climate solution. And nothing else we do will matter. Het regenwoud verdwijnt in een steeds hoger tempo. De laatste jaren groeien de conflicten met inheemse bewoners. Onder de nieuwe Braziliaanse president Bolsonaro verslechtert de situatie dramatisch. Hij vindt economische groei belangrijker dan het regenwoud. De verwoesting gaat nu sneller, maar is eigenlijk al jaren aan de gang. Bomen moeten wijken voor landbouwgrond, voor koeien en voor soja. Zover het oog reikt, groeien landbouwproducten, bestemd voor de export. Met als een van de belangrijkste bestemmingen Nederland. You have a responsibility. Wake up. You know what's happening in Amazonia? It's this destruction. It's changing the climate of the world. And you are going to suffer. Zembla onderzoekt de effecten van de sojahandel en de Nederlandse betrokkenheid bij de verwoesting van het regenwoud. Het is echt ongelooflijk. Nederland is klein, maar toch zijn we de tweede voedselexporteur ter wereld. Dat komt door onze intensieve veehouderij. Onze miljoenen kippen, varkens en koeien hebben veevoer nodig. En daarvoor importeren we soja. Die soja bevat veel eiwit en dat is goed voor de melk- en vleesproductie. Hoeveel liter melk u nou per dag? 14.000 ruim 14.000. Bijna 5 miljoen liter melk op jaarbasis. Als een koe veel melk geeft, dan vraagt dat van de koe natuurlijk het nodige. Ja, ja. Voor intensieve veeteelt is krachtvoer nodig. Elke dag arriveren grote bulkschepen met soja in de havens van Rotterdam en Amsterdam. 7 miljoen ton per jaar. De helft daarvan wordt doorgevoerd naar andere Europese landen. Nederland is de grootste importeur van Europa. Waar komt het vandaan? Uit Brazilië. Voor de sojateelt is veel landbouwgrond nodig. 1,5 miljoen voetbalvelden om de soja voor Nederland te produceren. En daar zit het probleem. Om aan landbouwgrond te komen, wordt het regenwoud in Brazilië vernietigd. Daarom zijn er internationale afspraken gemaakt die ontbossing voor sojateelt moeten voorkomen. Maar als je die handelsketen een beetje kent, is het onwaarschijnlijk dat het allemaal legaal is. Dat is gewoon totaal onwaarschijnlijk dat alles legaal is wat hier in Nederland zou komen. Tim Boekhout van Solingen is criminoloog. Hij doet al 16 jaar onderzoek in de Amazone. Boekhout betwijfelt sterk of de soja die wij in Nederland invoeren zonder ontbossing is geproduceerd. Ik kom al sinds 2003 in de Braziliaanse Amazone. Ik zie het alleen maar toenemen. Ik bedoel, ik heb nog nooit gezien dat het ergens gestopt is, die ontbossing van soja. Daar aan de overkant ligt de haven van Bunge. Dat is een van de grootste sojabedrijven ter wereld. En de soja wordt hier aangevoerd in grote bulk carriers. En dan overgeladen op kleinere binnenvaartschepen. Maar wij willen weten, wat zijn de gevolgen voor het Amazone regenwoud? En daarom volgen we de sojaroute terug naar Brazilië. Een onafzienbaar tapijt van bomen. Alleen onderbroken door kilometers brede rivieren. Vooral vanuit de lucht valt de grootsheid van het regenwoud op. In de Amazone leven meer soorten planten, vogels en zoogdieren dan waar ook ter wereld. Een eindeloos bos van 400 miljard bomen. Hier worden enorme hoeveelheden CO2 opgeslagen. De Amazone is een van de parels van de wereld. Van ja, cruciaal belang eigenlijk om de klimaatverandering af te remmen. We zijn in Belém,
een grote stad in het noordoosten van Brazilië aan de monding van de Amazone. Het Openbaar Ministerie in Belém is verantwoordelijk voor de wetshandhaving in een groot deel van het regenwoud. We spreken met twee officieren van justitie. Esse ano nós observamos um aumento significativo do número de queimadas na Amazônia. Mas há um interesse muito grande de se fazer esse tipo de atividade para depois vender a área para alguém que vai colocar um gado ou para plantar soja. Então há uma relação, sim, né? Porque esse mercado de soja, ele é um mercado em expansão, ele não está parado e ele precisa de áreas que não tenham floresta. De oprukkende sojateelt leidt al jaren tot problemen, vertellen de officieren. Maar sinds oktober 2018, als Jair Bolsonaro de presidentsverkiezingen wint, lijkt de situatie dramatisch te verslechteren. De que esse governo será um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade. Zijn opvattingen over politiegeweld en marteling doen menig Braziliaan terugdenken aan de rechtse dictatuur van de jaren 60 en 70. Maar vooral Bolsonaro's plannen voor de Amazone leiden tot internationale beroering. Voor de verkiezing heeft hij de huidige president heel duidelijk gemaakt van dat mijnbouw, landbouw, dat de Amazone er is om verder geëxploiteerd te worden. Het bedrijfsleven krijgt nu al de vrije hand. Maar daarnaast is het zo dat sinds Bolsonaro is aangetreden als president, dat de handhaving, hè, er is heel veel bezuinigd op de milieuhandhaving. Dat was eigenlijk al in de regering daarvoor, begon het al, maar dat is eigenlijk nog versterkt onder Bolsonaro. De economie moet voorgaan, land en mijnbouw dus. Dat betekent ontbossing. In Belém ontmoeten we Jean Disson Rodrigues. Hij werkt aan de universiteit en doet onderzoek naar de gevolgen van de soja-industrie in de Amazone. Hij neemt ons mee naar een plek waar de bewoners een conflict zouden hebben met de sojabedrijven. Hoje é pra gente se movimentar de Belém para Barcarena, ou Barcarena é um nó, a gente chama de um nó górdio, um nó onde fica várias empresas. Een van de bedrijven die in Barcarena een sojahaven hebben is Bunge. De multinational die onder meer soja exporteert naar Amsterdam. De havens in Barcarena worden streng bewaakt. Om toch dichtbij te komen, huren we een lokale schipper in. De oever van de rivier hier is bezet met dit soort grote havens, dit soort grote terminals. Hier komt de soja aan, die wordt hier ingeladen in bulkschepen om te worden geëxporteerd naar onder andere in Nederland. É porque as empresas elas chegam e se instalam aonde elas acham um local estratégico para aquela exportação. Só que não é feito com cuidado, porque ali já existem pessoas. Ou então são feitas estratégias para se retirar essa população do local de interesse da instalação de grandes empreendimentos. De sojahavens staan op de plek waar eerder 196 families woonden. Que foram deslocados, que sofreram processo de indenização, porém, isso é processo de desapropriação. Desapropriação. Isso, foram desapropriadas. De que maneira, na verdade, o processo de desapropriações que vem por indenização e as indenizações precárias, pequenas ou que foram reduzidas, que são incapazes de comprar ou adquirir outra casa, isso é processo de desapropriação perversa. We hebben een afspraak met een paar lokale bewoners die ons meer zouden kunnen vertellen over het conflict met de sojahavens. Maar als we een interview willen opnemen, schrikken ze terug voor de mogelijke gevolgen van hun kritiek. Processo de justiça. Vocês vão embora, mas vocês a gente vão vira... embora e quem fica com o processo somos nós. Bunge is mede-eigenaar van deze sojahaven. We melden ons bij de poort omdat we meer willen weten over het conflict met de bewoners. Hallo, sir. Boa tarde. Boa tarde. Eles dizem que eles têm medo de esta companhia. Eu já não sei o que é. Não tenho informação.
podemos filmar dentro, né? Proibido. Een paar kilometer verderop ligt nog een sojahaven van het bedrijf Hydrovias. Daar ontmoeten we Eliane. Aqui agora onde é a Hydrovias. A minha mãe morava aqui. E hoje estamos aqui desse lado, o muro. Eu não sei quem é que está preso, se é eles ou nós estamos presos, né? Vivemos aqui nessa situação. Abandonado. De helft van het dorp is verdwenen. Aan de andere kant van de muur zijn de huizen gesloopt voor de sojahaven. Então, quando chegava, eles simplesmente praticamente assim deixavam as pessoas sem saída. Ou vai ou tu vai sair da mesma forma. Ou sai por esse valor ou sai por menos. Não tinha saída. Eliane blijft, net als sommige andere bewoners. Maar daarvoor betaalt ze een prijs. A minha vida é olhar para frente desse muro. Ou então ter aquele odor. Barulho à noite, barque de caçamba para ir. Quando a rachadura nas casas. Eu não quero isso para mim, nem para meus filhos. Nederlandse bedrijven hielpen bij de bouw van sojahavens in het regenwoud. Dat onthullen onze collega's van Platform Investico vorig jaar. Deze haven wordt in 2012 gebouwd met hulp van het Nederlandse bureau Arcadis. Dus Arcadis zegt van ja, wij hadden het niet kunnen weten. Ja. Maar als je de context kent van dat gebied, van de, alle belangen die er door elkaar lopen, dan... En normaal gesproken verdient een bedrijf daar zich ook in. Ja, en dat zijn ze ook verplicht onder internationale richtlijnen. Arcadis laat Zembla weten niet langer bij dit soort sojaprojecten betrokken te willen zijn, vanwege de negatieve gevolgen ervan. A chegada do agronegócio no oeste do Pará reconfigura não só a paisagem, isto é, a floresta, que é desmatada, a chegada do agronegócio, plantio de soja e milho, como também relações sociais mudaram. Entraram conflitos no campo, ameaças de morte, né, e trabalho escravo também. Infelizmente, a Holanda acaba por alimentar, por consumir e entrar nesse circuito expoliativo. Het Openbaar Ministerie onderzoekt verschillende klachten tegen de sojahavens. Na região oeste do Pará, nós temos nos últimos anos observado também a instalação de vários portos. O primeiro deles foi o porto da Cargill, em Santarém, há alguns anos atrás. E na época que ele se instalou, ele não teve todo o cuidado de fazer o licenciamento ambiental. We reizen vanuit Barcarena verder langs de sojaroute, naar de plek waar in 2003 de eerste sojahaven wordt gebouwd. Santarém, een stad aan de oever van de Amazone. Door de komst van Cargill zijn allemaal boeren gekomen. Daar is die grootschalige ontbossing is daar door begonnen. Pal naast de stad staat een sojahaven. Die haven is eigendom van Cargill. Een van de grootste graanhandelaren ter wereld. Ook Cargill exporteert veel soja naar Nederland. Volgens de lokale overheid maakt Cargill de regio welvarender. Maar de sojaterminal is vanaf het begin omstreden. De inwoners van Santarém verzetten zich tegen de sojaboeren en de Cargill-haven. Er zijn geruchten over corruptie. Cargill zou zich bij de bouw niet aan de wettelijke voorschriften hebben gehouden. En de soja zou met slavenarbeid zijn geproduceerd. A ferramenta maior são vocês mesmo, juntos. Een van de leiders van het verzet is Edilberto Senna. Een katholieke priester die geen blad voor de mond neemt. Isto é um desastre terrível que na linguagem do Papa Francisco seria um pecado ecológico. De priester heeft een eigen radiostation. Dat is zijn wapen in de strijd tegen de soja-industrie. They don't have any sensitiveness for the destruction of the environment. Until 1999, we never saw a plant of soy. There was no soy in our region. Amazonia
is not area for big agriculture. It's a forest land. So only when Cargill came to Santarém, so the soya planters came from Mato Grosso coming because Amazonia became the new area for soya. Daar is het allemaal mee begonnen. Sojabedrijven liggen havens aan de Amazonerivier. En daardoor komen sojaboeren uit het zuiden, die komen naar de Amazone om zich te vestigen in de Amazone. Daar is het land goedkoper en ze weten ook van ja, daar is de wetshandhaving niet zo strikt, dus daar kan je makkelijker aan valse landpapieren komen. Dus heel veel ontbossing voor de soja is ook illegaal. Rond Santarém zijn inmiddels duizenden hectares oerwoud verdwenen. Het bos houdt hier simpelweg op. Plotseling lijkt het landschap meer op een Nederlandse lappendeken. Het is helemaal vlak. Je ziet nog de resten van de as tussen de grond zitten. Het is platgewalst. En hier komt dus ook waarschijnlijk soja. Soja die verkocht wordt aan een van de grote agrobedrijven. Ja, dit is, elke keer wordt er zo een hap uit het oerwoud genomen. Cargill wil niet voor onze camera reageren. Als we het bedrijf een lijst sturen met vragen over de sojahaven, laat Cargill weten zich altijd aan alle Braziliaanse wet en regelgeving te houden. Maar dat is niet wat we bij het Openbaar Ministerie te horen krijgen. E o Ministério Público Federal à época ingressou uma ação na justiça para que fosse feito o estudo de impacto ambiental e o licenciamento. Al tijdens de bouw van de haven in 2003 wordt Cargill op de vingers getikt door de rechter. In de jaren daarna oordelen rechters tot op het hoogste niveau dat Cargill illegaal bezig is. De haven wordt zelfs tijdelijk gesloten. Maar na een paar aanpassingen mag Cargill de terminal toch in gebruik nemen. We were just a small group fighting against them. Wereldwijd wordt Cargill doelwit van protesten. Samen met Greenpeace voert Edilberto actie tegen het bedrijf. Zoals in 2006 in Nederland. I was there in the port of Amsterdam. There is a place of Cargill over there. We went with a big boat with a 30 meters flag against Cargill. But when we got in the port, the police came, hey, stop. Where are you going? You have a responsibility. You cannot say that it's destiny. No, we are provoking. When we buy soy, we are second buy of soy, importer of soy from Brazil. We are responsible for that. What's happening there? I think we could say that to the Dutch people. Dan maakt Cargill een opmerkelijke draai. Onder druk van de protesten zegt het bedrijf nu de strijd aan te binden met ontbossing. As public awareness and pressure increased from customers and stakeholders, industry realized it had to take action, and Cargill recognized it had an important role to play in addressing the issue. Dat is ook wat Cargill aan Zembla laat weten. Het bedrijf wil graag duurzaam zijn en zich houden aan het zogenaamde soja-moratorium. Dat betekent dat Cargill geen soja koopt die afkomstig is van land dat ontbost is. Maar klopt dat ook? Het soja-moratorium is een afspraak. Dat wordt ook door het bedrijfsleven verkocht als succes. Maar als je ter plaatse gaat kijken, de ontbossing van soja is helemaal niet gestopt. Het is wat afgeremd, maar het is lang niet gestopt. Ze komen ermee weg met uitspraken voor de bühne van wij houden ons aan de wet, wij zijn niet betrokken bij ontbossing. Maar dat is ongeloofwaardig. In 2018 krijgt Cargill samen met andere bedrijven een boete van de Braziliaanse overheid wegens de handel in foute soja. Die is afkomstig van illegaal ontbost land. De boetes voor de sojabedrijven lopen op tot $29 miljoen. Cargill stelt dat het bedrijf bezwaar heeft gemaakt en dat de boete nog niet betaald is. Je kan eigenlijk niet in de Amazone, in de Braziliaanse Amazone, actief zijn
als economische speler zonder op een of andere manier met criminaliteit en illegaliteit te maken te hebben. We are living in a situation very sad for our country. And with this government here, it's becoming more and more sad. How many leaders are killed in these last 3 years? So many. Als je je nek uitsteekt en tegen de grote economische belangen je daar kritisch over uitlaat, dan moet je ernstig rekening houden met je veiligheid, ontvoeringen, marktbedreigingen zeker. Afgelopen week nog worden twee inheemse leiders in het Amazonegebied vermoord. Een toeschouwer plaatst dit filmpje op YouTube. Alguns praticam atos ilícitos, né? E aí quem vai pagar são os outros parentes que não devem nada. Ruim 100 lokale leiders en activisten zijn in de afgelopen 3 jaar in Brazilië vermoord. Vaak door huurmoordenaars, ingeschakeld door houtkapbedrijven en landeigenaren. Het zijn vaak inheemse of bepaalde priesters. Die werpen zich op en die zijn dan doelwit. Edilberto Senna ontsnapt zelf in 2006 aan een aanslag. De plannen om hem te doden lekken voortijdig uit. En nog altijd houdt hij er rekening mee vermoord te worden. Yes, because I have open mouth and I have the radio as a instrument. And up to now, I am sometimes so naive because I speak what I feel, and I am afraid that one day someone may try. Na onze ontmoeting met de priester reizen we verder het Amazonegebied in. Naar een belangrijk knooppunt van de sojahandel. De frontlinie van het conflict om het regenwoud. Het is 350 kilometer varen. Een tocht van zo'n 8 uur. We zijn nu een dag aan het varen over de sojaroute en her en der zien we branden. Aan het einde van de dag komen we aan in Itaituba. Deze plaats geldt als het wilde westen van de Amazone. Een plek van goudzoekers, houthandelaren en sojaboeren. Ver weg van de grote stad en van politie en justitie. Er zijn maar heel weinig ambtenaren die inspecties kunnen uitvoeren. Wetshandhavers, Openbaar Ministerie of Milieuinspectie zitten in de stad. Dus heel vaak is de naleving van wetten, regels slecht. Aan de overkant van de rivier verrijst de laatste jaren de ene sojahaven na de andere. Tientallen duwbakken liggen te wachten om volgestort te worden met soja. Sabe me dizer que empresa é essa? Bunge. Ook hier komen we Bunge tegen, het bedrijf dat soja exporteert naar Amsterdam. Bunge is in 2014 het eerste sojabedrijf dat zich hier vestigt. Op uitnodiging van de burgemeester van Itaituba. Daarom gaan we naar het stadhuis voor een interview. De burgemeester blijkt een van de rijkste grootgrondbezitters van de stad. Hij wordt bovendien door justitie onderzocht voor verschillende misdrijven, waaronder bedreiging. In 2010, ik was prefeet. E mostramos o potencial do rio Tapajós. Uhum. Mostramos aquela região. E aí a Bunge, que é uma multinacional, se interessou em colocar o primeiro porto. Nós vendemos o terreno para a Bunge e a Bunge colocou. E o burgemeester wil maar één ding: nog meer havens. A cidade está em desenvolvimento, nossas propriedades valorizarem muito, nossas fazendas, nossas terras. Estão vindo gente investir aqui. Cidade cresce, país só cresce, estado, com investimento estrangeiro, investimento, mais dinheiro investido aqui. Nós temos 5 portos funcionando. Nós temos mais uns 40 portos se instalando. Onde vamos? Então, nós estamos agora indo aqui no quilômetro 30, e onde também as pessoas estão sendo impactadas pela essa questão portuária. Reggie Vieira werkt voor een lokale milieuorganisatie. Hij laat ons zien hoe de soja in Itaituba terechtkomt.
Então, assim, ó, essa soja ela vem do estado do Mato Grosso, né, que basicamente hoje é o polo da produção de soja no Brasil. Hoje, basicamente, o fluxo de carreta ele é noite e dia. Então, assim, ó, segundo a informação das próprias empresas, tem em média 1.500, 1.600 carretas por dia. Langs de weg waarover onophoudelijk soja wordt aangevoerd, is het regenwoud de laatste jaren grotendeels verdwenen. Gekapt en platgebrand door lokale boeren. Maar de burgemeester ziet dat heel anders. Desmatamento aqui no nosso município é muito baixo. Você pode ver que você não vê fogo. E outra coisa, nem todo fogo é desmatamento. Às vezes o cara toca fogo num pasto e as ONGs já divulga que é desmatamento. Então, assim, ó, a retirada da floresta, né, para poder dar um espaço de campo aberto para você ter mais espaço ainda para receber mais carreta, né, para poder você, inclusive, aumentar essa questão da exportação do grão, né, da soja e do milho aqui nessa região. Certo, unglaublich. Ou seja, assim, ó, o dano dos portos, basicamente eles são irrecuperáveis. De overheid zou illegale ontbossing moeten bestrijden. Maar het is de vraag of dat in Itaituba ook gebeurt. Dit stuk platgebrand bos zou namelijk eigendom zijn van de burgemeester zelf. Hij zou hier een parkeerterrein willen aanleggen voor sojavrachtwagens. Fomos informados que esse site era a sua propriedade. Pode ser? Pode. Eu sou prefeito, eu tenho que defender aquilo que eu penso e que é bom para o meu povo. Você entendeu? Que eu acho que hoje tem muito emprego, muita renda através da estrada do caminhão transportando o grão. Bolsonaro defende o país dele, eu defendo o meu município. Eu tenho esse entendimento. Muitas pessoas também têm. Mas não é, talvez, a minha opinião que vai valer. Eu sou pequenininho, lá na ponta da rama. Maar zo onbeduidend is de burgemeester niet. Hij blijkt onlangs veroordeeld voor illegale ontbossing en houthandel. En hij wordt verdacht van cocaïnesmokkel. Op gemeentelijk niveau heb je de meeste corruptie. Hoe lager het regeringsniveau, dus gemeentes, hoe zwakker eigenlijk vaak de rechtsstaat en de instituties. En hoe groter de kans dat er corruptie voorkomt. En het wordt natuurlijk wel heel moeilijk om dan de wet te handhaven. Regels lijken in Itaituba nauwelijks te worden gehandhaafd. Houden de sojabedrijven zich hier aan de wet? We vragen Bungi meerdere keren om een interview. Maar dat wordt telkens geweigerd. Daarom doen we nog een laatste poging om het bedrijf te spreken. Wie is responsabel pela soja? Peça para ele parar de filmar, por favor. Podemos filmar aqui. Peça para ele ligar o equipamento, depois a gente conversa. Não possível ser filme, não possível aqui. Não. Because a company particular. Sim, mas os moradores aqui perto dizem que o Bungi está destruindo a floresta Amazônia aqui. Não. Não, desmatamento. Não, desmatamento não. Não, não. Geen ontbossing, zegt Bungi. Later laat een voorlichter per e-mail weten dat het bedrijf zich aan alle wetgeving houdt en alleen duurzame soja inkoopt. Sojabedrijven noemen al hun activiteiten duurzaam. Terwijl er niets duurzaam aan is. Er is regenwoud ontbost, de meest biodiverse plek op aarde is ontbost. Daar hebben heel veel mensen last van. En dan gaan de landbouwbedrijven het duurzaam noemen. Of de financiers. De sojabedrijven hebben geld nodig om havens te bouwen. Wie zijn de financiers van de soja-industrie? Als we documenten van Bungi bestuderen, stuiten we op een lening van 1,7 miljard dollar. ABN AMRO is de bank die de lening voor Bungi regelt. En ABN blijkt niet de enige Nederlandse bank die de soja-industrie van geld voorziet.
Uit onderzoek van milieuorganisaties blijkt eerder dit jaar dat alle grote Nederlandse banken hierbij betrokken zijn. I told you, the Dutch people are commercial. Tussen 2013 en 2018 heeft ABN AMRO 1,1 miljard dollar geleend aan grote sojabedrijven die actief zijn in de Amazone. Onder meer Bunge en Cargill. Bij ING gaat het zelfs om een bedrag van 1,2 miljard. En ook Rabobank steekt geld in de sojabedrijven. 882 miljoen dollar, om precies te zijn. Als financier ben je dan ook betrokken bij ontbossing in ieder geval. Maar de banken ontkennen dat. Ze stellen tegenover Zembla dat hun klanten niet bij ontbossing betrokken mogen zijn. Daarvoor gebruiken de banken een speciaal keurmerk voor verantwoorde soja. They claim their soya is green. No destruction of forests. It's bullshit. Ik vraag me altijd af, wat stelt dat nou voor? Wat betekent dat dan precies, verantwoordelijke soja? Het keurmerk ligt onder vuur omdat het ontbossing door sojateelt niet voldoende zou tegenhouden. How they are going to control the production? Because they want more and more and more. Klopt het allemaal wel? En ik denk dat er veel te makkelijk nu documenten worden geaccepteerd. En ik denk dat de banken ook zouden moeten onderzoek moeten doen of moeten erkennen dat zij hun activiteiten gewoon bijdragen aan ontbossing. Terug naar Itaituba. Onderweg naar een interview passeren we een lange file van vrachtwagens die staan te wachten voor de sojahavens. In het dorpje naast de havens zijn ze inmiddels niets anders meer gewend. Todo dia. Aí não para, não para. E que as empresas do porto faz para a comunidade aqui? Apá, no momento agora, nada. Nada. No momento agora, nada. Omdat het geregend heeft, zijn de wegen modderig en glad. Een van de vrachtwagens is daardoor gaan schuiven en is gekanteld. Ongelukken met vrachtwagens gebeuren hier regelmatig. E tá aí a transportuária desse jeito. Recentemente, tem 3 meses atrás, que rapaz perdeu a vida. Ele ia pro trabalho dele, veio pro almoço. 1 hora da tarde, uma carreta acertou ele. Carreta? Uma carreta. E como foi? Ela não... Ultrapassagem de carreta, não tem? Uma querendo ultrapassar a outra, aí ele não teve como desviar nem de uma e nem da outra, e acertou. Aí pegou a cabeça dele. A imprensa que foi a comunicação com você depois do acidente? Nenhuma. Nunca falaram comigo. Nenhuma? Nunca falaram comigo. Nada? Nada. Despedaçado. E essas pessoas dizem que os portos para elas não têm nenhum benefício e só têm problemas. O que acham de fazer? Não, eu não vejo por esse lado. Hoje nós já temos, na beira da 163, nós temos no mínimo 50 mil empregados. Tem 22 mil caminhão envolvidos diretamente. Quantos mecânicos não tem? Quantas borracharias? Quantos portos de combustível? En het is nog lang niet genoeg. De burgemeester wil de stroom van sojavrachtwagens in de komende jaren verzesvoudigen. Als we de beheerder van dit tankstation spreken, begrijpen we waarom de burgemeester zo enthousiast is. Hij blijkt zelf de eigenaar te zijn. Hij profiteert dus direct van de soja-aanvoer en van de aanleg van nog meer havens. Você também tem interesse na distribuição de gasolina para caminhos ou não? Sim, tenho. Eu tenho posto de combustível, tenho 2 postos. Não pode dizer que é conflito de interesses? Se fosse só eu que tivesse investimento, eu podia concordar com a sua pergunta. Mas milhares de pessoas. Muitas pessoas
que tem os seus investimentos. Investeren in soja loont. Niet voor het regenwoud en de lokale bevolking, maar wel voor de burgemeester en voor multinationals als Cargill en Bunge. Zij maken winst. Maar met die winst lijkt iets vreemds aan de hand. Als we de jaarrekeningen van Bunge onder de loep nemen, zien we dat het bedrijf een Nederlandse BV heeft opgericht. Bunge Brazil Holdings in Rotterdam. Goedemiddag. Ik kom voor Bunge Brazil Holdings. Bunge wil ons niet te woord staan. Het bedrijf heeft een slimme truc bedacht om belasting te ontwijken. Dat werkt zo. Bunge is eigenaar van een bedrijf in het Amazonegebied, Unitapacios. Dat bedrijf vervoert soja door het regenwoud naar het noorden. De winst die Bunge hiermee maakt, wordt weggesluist naar Rotterdam. Daar heeft Bunge een dochterbedrijf, Bunge Brazil Holdings. Dat bedrijf sluist de winst vervolgens door naar een andere onderneming van Bunge, op hetzelfde adres, een zogenaamde coöperatie. Die wordt gebruikt om belasting te ontwijken. Een coöperatie valt buiten de Nederlandse dividendbelasting. Je kan winst uitkeren via Nederland aan een belastingparadijs zonder dividendbelasting. Als je dat doet via een coöperatie. En er zijn heel veel Nederlandse coöperaties die door internationale bedrijven gebruikt worden om dividenden weg te sluizen naar belastingparadijzen. Is het dan een lek in de Nederlandse belastingwetgeving? Ja. Bunge maakt dus gebruik van een lek in het Nederlandse belastingstelsel. De winst die het sojabedrijf maakt in Brazilië wordt door de coöperatie in Rotterdam doorgesluist naar Bermuda, een berucht belastingparadijs. We leggen de Bunge-zaak voor aan Bart Snels, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Nou ja, er zijn natuurlijk twee dingen die hier eigenlijk niet te geloven zijn. Eén, dat zo'n bedrijf bij ontbossing betrokken is, want dat is een van de grote maatschappelijke en wereldproblemen die we hebben. Maar het is ook schokkend dat dat kapitaal weggesluist wordt naar Bermuda, heb ik begrepen. Een van de belastingparadijzen. En dat is gewoon belastingontwijking. GroenLinks wil het misbruiken van coöperaties door bedrijven als Bunge onmogelijk maken. Daarom kondigt Snels een nieuw wetsvoorstel aan. Wij komen met een eigen initiatief wetsvoorstel die de dividendbelasting toekomstbestendig maakt. En dat betekent dat we ervan uitgaan dat die voor altijd blijft bestaan, maar dan gaan we wel de gaten dichten die er nu nog zijn in de dividendbelasting. Want we willen geen belastingconstructies om kapitaal naar belastingparadijzen te sluizen. Amazonia is the lung of the planet. Wake up. You know what's happening in Amazonia? It's this destruction. It's changing the climate of the world. And you are going to suffer.